nou met jou? Goed? Ja? Weet je nog wat je eerste baantje was toen jij ging werken? Dat weet ik niet. Ik weet het wel. Weet je nog de schroevendraaienfabriek? Ja. Juist, ja. Daar in een keldertje bij de Red. Ja. En toen ging jij naar vliegers kijken, dat wou hij niet, hè? Nee, dat wou hij niet. Ben je op straat gezet? Ja, hij mocht niet naar vliegers kijken. Ja, ja. En toen ging je werken bij een rotkartonage. Nee, het was het ook weer bekerfabriek, hè? Bekerfabriek. Kartonnen bekertjes. Ja. En daar ging je naar. Dan ging je naar DB en de Zeppo. DB en de Zeppo bij de Nijbuitstraat. Daar heb je ook gewerkt, hè? Ja. En toen ging je naar Van Oort. En dan leer je Stien kennen. Nee, nog niet. Van Oort. Bij Van Oort. Ja, maar toen was je nog niet gescheiden. Heb ik dat op 7 jaar. Ja. En toen ben je Kat Neperova. Oh ja, Kat Neperova ben je ook nog geweest. Eerst Kat Neperova en toen naar Van Oort. Ja. Ja. En toen was ik Nou, en naar Vlasveld. Ja. Maar je hebt bij DBN Zeppo een groot ongeluk gehad, hè? Ja, zeker. Ja, een beetje met je hand door de machine heen gegaan. Ja, en nog 2 invaliden mee, hè? Dat is nooit goed gekomen meer, hè? Ja, dat is wat geweest, hè, toen, hè? Zo, jongen. Ja. Toen heb je toen nog een uitbetaling gekregen, een beetje nog? Ja. Ja. Ja, veel? Nou, hij heeft het af laten kopen, wat mijn vader erg op tegen was. Mijn vader zei, dat moet je nooit doen. Maar hij zei, maar dan zijn ze wel fel op dat je het afkoopt. Ja, natuurlijk. Dat is nadelig geweest, want dat was zo op natuurlijk. Zetten wij zo verleend. Ja. Wij zo verdwenen zetten. Nou, Glasveld was je lang.